Goedendag. Ja, prachtige foto deze ochtend vanuit Doetinchem. Een herfstfoto, volop. Er was nevel, er was mist op sommige plaatsen. En dan dit plaatje in het bos. En als je nog wat dieper het bos ingaat, dan vind je misschien wel een dennenappel zoals deze, waar kleine paddenstoeltjes op groeien. Het is een prachtig herfstplaatje. Het weerbeeld deze ochtend was overigens zeer gevarieerd, want in het noorden van het land waren brede opklaringen. In het midden van het land was het zelfs wat mistig geworden. En in het zuiden duidelijk dikkere bewolking. Hier kunnen we dat ook nog zien, dat dat in de middag het geval was. En daar valt uit die bewolking ook af en toe wat lichte regen of motregen. Komende avond en nacht zal dat nog niet heel erg gaan veranderen. Dan nog steeds de dikste bewolking in het zuiden van het land. Op de weerkaart kunnen we ook mooi zien dat het weerbeeld weer gaat veranderen en dat we vrijdag een vrij rustige dag krijgen. Dit is die storing die over België trekt op donderdag. En dan morgen buien, met name boven zee. In het zuiden kan nog wel een spatje regen vallen. De avond en nacht van vrijdag op zaterdag, die verlopen vrij rustig, maar u ziet het hier al gebeuren. Zaterdag passeert er weer een regenzone. Die komt vanuit het westen opzetten. Dan gaat het enige tijd regenen. En daarachter komt een weststroming op gang. En die brengt dan op zondag weer een aantal buien. Wisselvallig weer dus. Nou, vanmiddag die verschillende omstandigheden in het land. In het noorden wat meer zon, in het zuiden wat meer bewolking en af en toe wat motregen. En vanavond en ook in de nacht blijft dat verschil wel. Dat betekent ook dat de temperaturen wat gaan variëren. In het noorden en oosten met de opklaringen temperaturen mogelijk rond het vriespunt. Maar er kan dan ook wel mist ontstaan. Dat zal plaatselijk zijn, maar lokaal is dichte mist echt wel mogelijk. Want het is zeer vochtig natuurlijk na al die regen van de afgelopen tijd. In het zuiden blijft de bewolking duidelijk overheersen, kan er nog wel een spatje regen of motregen gaan vallen. Morgen overdag dan breekt de zon op steeds meer plaatsen door. In het noorden is hij er al in de ochtend bij. In het midden en zuiden komt hij er geleidelijk aan bij. En dan kan er nog wel in het zuiden hier en daar wat gespetter voorkomen in eerste instantie. Temperatuur ligt morgen tussen 7 en 8 graden. En dan waait een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. De avond en nacht van vrijdag op zaterdag die begint dan met opklaringen en wolkenvelden. Maar in de loop van de nacht neemt wel vanuit het westen de bewolking toe. Maar mogelijk dat u wel nog wat vallende sterren kunt zien in die opklaringen. Met name in het noorden en noordoosten. De meteorenzwerm, de Leoniden die passeert. En dat betekent dat de kans op meer vallende sterren duidelijk aanwezig is. Zaterdag dus wel al vrij snel die regen vanuit het westen. Die passeert dan het regengebied. En zondag, dan is er weer wat meer ruimte voor de zon. Maar trekken er wel een aantal buien over. Temperatuur meteen weer een stuk hoger in zachtere lucht. Het wordt dan 13 graden. En de dagen erna blijft het wisselvallig weer. 10, 11 graden op maandag, dinsdag, woensdag wat kouder. Maar mogelijk wel een droge dag. En dat zien we ook in de neerslagprognose heel duidelijk terug. De vrijdag in ieder geval op de meeste plaatsen droog. Dan de nattigheid in het weekeinde. Ook maandag en dinsdag is er kans op neerslag. En woensdag lijkt het dan weer een drogere dag te worden. Maar daarna blijft het eigenlijk toch wel gewoon wisselvallig. Maar eerlijk is eerlijk, we weten niet beter momenteel. Nog een fijne dag.